Hallo en welkom, ik ben Sabrina en ik heb weer de allernieuwste Estée Lauder Blockbuster 2021-2022. Hij ziet er echt top uit en hier zie je al een beetje, heb je een beetje een sneak peek van wat er allemaal in zit. En ik zat eigenlijk een beetje te twijfelen of ik hem zou doen dit jaar, omdat ik echt gruwelijk veel geld aan adventskalenders al heb uitgegeven. Maar ik heb hem vorig jaar echt heel erg goed gebruikt, dus ik dacht oké, ik ga hem toch gewoon weer doen. Ik heb hem zelf voor €99,95 op parfumerie.nl gekocht, maar echt een paar uur later was de prijs alweer omhoog. En toen kreeg ik van iemand een DM en die zei dat hij op parfumwebshop, geloof ik, was hij op dat moment €99,95. Later was daar de prijs ook alweer hoger. Hij is nu ook bij Douglas verkrijgbaar, nu nog voor een hogere prijs, maar wellicht hebben ze op een gegeven moment een mooie aanbieding. Vorig jaar heb ik hem bij Issy Paris gekocht en toen had ik hem voor €90, maar hij is nu nog helemaal niet beschikbaar bij Issy Paris. En hij was vorig jaar ook beschikbaar bij de Bijenkorf, daar is hij nu ook nog niet beschikbaar. Maar ik maak gewoon wel een lijstje waar hij nu beschikbaar is en dan is het heel even kijken waar hij op dat moment goedkoopst is. We gaan hem er maar uithalen. Hij zit weer in zo'n soort koffertje of tas. Nou ja, het zit een beetje tussen de koffer en de tas in. Het is wel echt een tof ding. Hij ziet er echt super meisjesachtig uit. Er zitten wat gouden sterretjes op. Hier natuurlijk van dat rozige erop. Er hangt iets van Estée Lauder aan met op de achterkant een soort van snoepjespatroon. Hier zit een strik. Maar ik moet zeggen, die van vorig jaar, het was een beetje zo'n fluwelen case was dat. Fluweelrood met ook een hele grote strik erop. En eigenlijk heb ik daar niet zo heel erg veel mee gedaan. Ik ben verhuisd en hij is eigenlijk bij de verhuizing ergens bij de spullen waar ik nog iets mee moet beland. En als je hem dan openritst, dan zie je vervolgens dit. Nou, het is wel echt een heel erg goed gevulde blockbuster. Dat was vorig jaar ook zo. En dan gaan we denk ik maar beginnen met alle make-upjes die erin zitten. Dit zijn twee lippenstiften en ze zien er super mooi uit. Ze zijn echt helemaal goud met hier wat roze erop. En het zijn beide Pure Color Envy lipsticks. En de ene is 520 Carnal en de andere is 160 Discreet. Dan eerst de Carnal. Dat is echt een knalrood kleurtje. Maar echt knalrood. En dan de Discreet. Dat is echt een ontzettend nude kleurtje. Hij is een beetje roze-bruinig. En ik zal ze beide eventjes op mijn hand uittesten. Dit zijn de kleurtjes op mijn hand en dus echt een felrode en een beetje een nude kleur. En vorig jaar kreeg ik best wel een hele goede tip in de comments van iemand. Die zei, je kan ze heel erg goed over elkaar dragen. Dus dan wordt die felrode ietsje minder en dan wordt deze ietsje roziger. En dan gaan we door met de mascara. Dit is de Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara. Ik zal het borsteltje eventjes laten zien. Kijk, dit is hem. Het is best een, het is eigenlijk een redelijk standaard borsteltje. En ik heb hem nu zelf ook op, want ik kreeg bij de bestelling kreeg ik zo'n tasje met minis, waaronder dus een mini mascara, precies deze. En hier, ik weet niet of het goed te zien is, maar dit is hoe de mascara eruit ziet. Het is natuurlijk een volumeborsteltje, dus hij is redelijk groot, maar hij brengt best wel mooi en makkelijk aan. Hij blijft goed zitten op de wimpers. Ik vind hem alleen af en toe een heel klein beetje klonteren. Dus dat zou wel ietsje minder mogen, maar voor de rest brengt hij wel echt heel mooi aan en hij zorgt inderdaad voor best wel veel volume. Ik denk dat het niet een van de allerbeste mascara's is die ik ooit heb gebruikt, maar het is wel echt een van de betere. En dan hebben wij niet één, maar twee oogschaduwpallets. Of oogschaduwpallets, volgens mij zit er niet alleen maar oogschaduw in, maar zitten er ook nog andere dingen in. Dus ik ga ze laten zien. Dit is de Pure Color Envy Eyeshadow and Cheek Palette Candy Glow. En er staat op dat er de Pure Color Envy Sculpting Eyeshadow in zit. En er zitten er 8 in. En er zit hier een powder bronzer in. De Bronze Goddess. Oeh, dit zijn hele mooie, best wel neutrale kleurtjes. En ik heb ze dus heel veel gebruikt vorig jaar. Ik ben niet heel erg skilled in het opdoen van mijn oogschaduw. En deze oogschaduwpallets hebben daar dus best wel bij geholpen. Want ze zijn niet super gepigmenteerd. In ieder geval die van vorig jaar niet. En dat maakt dat ze best wel een beetje vergevingsgezind zijn in het opdoen van je oogschaduw. Dus als je foutjes maakt, dan heb je niet meteen echt een onwijs gepigmenteerd stukje zitten. Maar dan kan je het best wel makkelijk nog een beetje uitvegen en zo. Dus mij hebben ze heel erg geholpen in het ook leren doen van mijn oogschaduw. En het volgende palet, daar zitten dus ook 8 oogschaduwtjes in van Pure Color Envy. En daar zit een blush in, de Pure Color Envy Sculpting Blush. Dit palet is weer wat cooler dan het andere palet. En ik had op de een of andere manier bij de blush iets rozigers verwacht dan dit. Hij is best wel, hij is eigenlijk meer een beetje een highlighter kleur, moet ik zeggen. Hier, ik doe hem heel eventjes op mijn hand. Want ik vind het echt wel een apart kleurtje. Maar ja, hij zit hier aan de bovenkant.
En je ziet wel een beetje roze, maar het is inderdaad wel echt een coole toon. En hij is inderdaad best wel glanzend. Ja, ik vind het dus echt meer een highlighter dan een blush. En vorig jaar zaten er 3 palettes in, dus 2 oogschaduwpalettes en 1 palet waar een blush, een highlighter en een bronzer in zaten. En die heb ik eigenlijk niet zoveel gebruikt, maar ik heb die oogschaduwpalettes dus wel heel erg veel gebruikt. Hier nog eventjes naast elkaar, dus je hebt een wat warmere en je hebt een wat koelere. Ik vind persoonlijk vooral dat warme palet vind ik echt heel erg mooi. En dan met name eigenlijk dit kleurtje hierboven. Deze vind ik echt heel mooi, deze. Dan hebben we ook nog 2 lipglossjes. En eens kijken, je hebt hier een wat rodere. En dit is de Pure Color Envy 307 Wicked Gleam. En dan hebben we hier een wat rozere. Dit is de Pure Color Envy 104 Naked Truth. Misschien is het wel de bedoeling dat je ze boven elkaar draagt of zo. Dus zeg maar eerst de lippenstift en dat je dan de lipgloss erover doet. Dus ik zal ze eventjes boven elkaar swatchen. Zoals je ziet is die rode weer best wel heel erg gepigmenteerd. En hij is ietsje donkerder dan de lippenstift. En die roze, die is echt helemaal niet gepigmenteerd. Ik heb echt mijn best moeten doen om er wat van te laten zien op mijn hand. En die is dus weer ietsje lichter dan die lippenstift. Dit is dus alle make-up die erin zit. En in de make-up palette zitten in totaal 16 oogschaduwtjes, een bronzer en een blush. We hebben dus 2 lippenstiften, een mascara en 2 lipglossjes. Dan gaan we door met iets waarvan ik niet zo goed weet of ik het moet scharen onder de make-up of de huidverzorging. Dus ik doe hem er maar tussen. En dat is de Estée Lauder Gentle Eye Makeup Remover. En dit is 100 ml. Precies deze zat er vorig jaar ook in. En ik was dus best wel verbaasd over deze. Want ik had hier eigenlijk helemaal geen verwachtingen van. Want ja, het is gewoon een oogmake-up remover. En ik dacht, ja, het is een beetje een opvulproduct in deze box. Maar dat was niet helemaal zo. Want hij is echt super zacht voor je ogen. En hij verwijdert make-up echt heel erg makkelijk. Nou, er zit dus geen olie in. Er zit geen parfum in. Maar het is echt op de een of andere manier echt een heel prettig spul. Dan gaan we door met de huidverzorging. En dan zitten er 2 formaten in van hetzelfde crampje. En het is van Estée Lauder, de Revitalizing Supreme Plus Global Anti-Aging Cell Power Cream. De grote is 15 ml en de kleine is 7 ml. En ik heb volgens mij vorig jaar alleen de kleine gehad van deze. Ik weet het niet zeker meer. Ik heb hem wel gebruikt en dat was volgens mij in de winter omdat ik hem te vet vond voor de zomer. Ik heb heel even online zitten zoeken. Het is een anti-rimpelcrampje en er zit blijkbaar iets van extract van moringa in of zo. En ik heb dit potje dus in 15 ml heb ik hem gevonden op Notino. En daar kost hij €20,30. En dat is wel een saleprijs. Hij is normaal gesproken €26,90. En dan eindigen we met het sterproduct volgens mij van Estée Lauder. Dit is namelijk de Advanced Night Repair Synchronized Multi Recovery Complex. Hij zit er dus weer in 2 formaten in. Dus je krijgt een minietje van 7 ml en je krijgt een grote van 30 ml. En deze heb ik nu in gebruik. Die kwam dus vorig jaar uit de Blockbuster. En ik gebruik hem nu iets van 2 of 3 maanden. En hier ben ik dus echt heel erg tevreden over. En ik heb nu echt een hele fikse voorraad, want ik heb deze natuurlijk. Maar ik heb dat kleintje nu in de Bijenkorf Adventskalender gekregen volgens mij. In die van ASOS, in die van Zalando. Dus ik heb echt een hele flinke voorraad van dit product. Ik heb hem er heel even bijgepakt op Douglas. Daar is een 30 ml, dus die grote. Die kost daar op het moment €67,84. En dat is 25% korting, want normaal gesproken kost hij €90,45. Ik weet nog dat ik mezelf daar vorig jaar mee had overtuigd om hem te kopen. Want voor die €90 heb je dus bijna gewoon heel de box er dus al uit. Voor mij is de Blockbuster het echt sowieso waard. Want ik heb echt vorig jaar superveel, heel erg intensief gebruikt wat erin zit. En ik denk dat dat dit jaar geen uitzondering gaat zijn. Ik heb natuurlijk deze en daar ben ik heel erg blij mee dat ik hem weer op voorraad heb. Maar ook dat warme eyeshadow palette vind ik gewoon echt top. Ik vind het echt hele mooie kleurtjes. Dat was hem. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.